Nu weet je dat dit een matrijs heet. Matrijs. Om zo'n dopje van een fles te maken, heb je een matrijs nodig. Net als bij het maken van een behuizing van een boormachine, wegwerpbestek, Lego-blokjes. Of zelfs voor het maken van een plastic krukje. Overal heb je een matrijs voor nodig. Wat is een matrijs? Nou, dit is een matrijs. Een matrijs bestaat uit twee delen. Als deze delen tegen elkaar aankomen, dan blijft hier binnenin een ruimte open. Zo ziet het eruit als je binnenin zou kunnen kijken. In die ruimte ontstaat uiteindelijk een bakje. Hier heb ik een handje met plastic korrels. En deze worden gesmolten. En dan wordt het hier aan de bovenkant in het gat in de matrijs gegoten. Op het moment dat het er helemaal in zit, wordt er even gewacht om het af te laten koelen. Op het moment dat het helemaal is afgekoeld, dan gaat de matrijs open. En dan zie je hier dat het bakje erin zit. Klaar en wel. In een bedrijf wordt zo'n matrijs ingebouwd in een hele grote machine. En zie je dus dat er heel veel dopjes tegelijk gemaakt kunnen worden. Nu weet je dat dit een matrijs heet en dat dit wordt gebruikt om bijvoorbeeld plastic dingen zoals dit dopje te maken.